Mario simulatietraining. We hebben het al over realistisch trainen gehad. Hè? Ja. En op dat gebied, daar ben ik zelf bij geweest. Daar zijn best wel stappen gemaakt, denk ik. Mede door jou en Pascal Martens en andere collega's. Kun je kort beschrijven, wat zijn daar de ontwikkelingen in geweest? Als je kijkt naar hoe we scenario's en simulaties wegzetten. De grootste ontwikkeling is, hoe groot maak je een scenario op basis van het doel wat je ermee hebt? En hoe lang praat je na, dus hoe lang evalueer je, om het leereffect van dat scenario te bekrachtigen dan wel te vergroten. En wat in de geschiedenis, nou, daar hebben we het voor de uitzending over gehad, hè, waar iedereen wel ervaring mee heeft, is dat vroeger een groot scenario behoorlijk lang werd nagesproken. Ja. En wij hebben op een gegeven moment de term gehad, en die zie je vaak terug, hè, je praat niemand beter. Je kan met een evaluatie en met tips kan je bekrachtigen wat er in dat scenario geleerd moest worden. Maar het is het aantal herhalingen wat je daarin maakt, gekoppeld aan succesbeleving wat je daarin hebt, dat maakt dat je gaat leren daarin. Dus het gaat om herhalingen en om die succesbeleving. Ja. En je evaluatie zo effectief mogelijk te maken op datgene wat je voor ogen had. We zagen ook dat er in een evaluatie van een scenario 30 verschillende punten naar voren werden geschoven die je fout dan wel goed deed. Maar ik heb er nog nooit 30 kunnen onthouden. Voor een volgende ronde. En het liefst maak je dan ook herhalingen op eenzelfde rol, dezelfde positie, zodat dat je iets kan met die tip die je net gekregen hebt. Ja. Herhalingen. Het valt nog steeds, valt of staat nog steeds met herhalingen maken. En doen, hoor ik je zeggen. Doen in de actie, ja. En volgens mij zie je dat in alle literatuur die je daarover leest, decision making skills, het leren nemen van beslissingen, leer je ook alleen maar door ze heel vaak te nemen. Ja. En waarschijnlijk dus ook daarin veel fouten te maken en daarvan te leren. Ja, dat mag ook, fouten maken. Ja, ik hoor tegenwoordig over allemaal positieve ervaringen. En, kijk, je ontkomt er niet aan om in een leerproces fouten te maken, want anders kon je het kennelijk al. Nee. En onze definitie van iets kunnen is niet als het een keer lukt. Nee, je kan het als het niet meer fout gaat. Ja. En leren kan niet gedefinieerd worden als een toevalstreffer waarbij je het goed doet. Ja. Het mag niet meer fout gaan. En zowel in vaardigheid als in decision making, besluitvormingsprocessen, moet je veel ervaring hebben om dat goed te leren kunnen. Ja. En dan mag je fouten maken. Maar het is de kracht van de docent-trainer die zorgt dat jij vooral ook heel veel succesbeleving hebt. Want die is belangrijk. Die is superbelangrijk. Die is superbelangrijk. Voor je zelfvertrouwen, het motorisch systeem, als het gaat om motorisch leren, vraagt om succesbeleving. Want dat maakt dat het systeem het gaat adopteren en dat het leert toepassen. En voor je zelfvertrouwen is het gewoon heel belangrijk om te horen wanneer je het goed doet. Ja. 9 van de 10 keer weet je zelf al lang dat je het niet goed hebt gedaan. Dus daar heb je vaak niemand voor nodig om dat te horen. Dus het is vooral die positieve bekrachtiging van datgene wat je goed doet. Ja. En het is de kracht van de docent om jou in zo'n situatie te zetten dat jij het naar alle waarschijnlijkheid goed gaat doen. Maar wel met een uitdaging. Maar wel met een uitdaging. Ja, precies. Je moet geprikkeld worden. Ja. Je moet geprikkeld worden om beter te worden. Ja. Hey, dan hebben we nog.